Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag even kijken wat ik op tafel mag krijgen. Ik heb het gevoel dat het met de liefde te maken heeft, maar ze zijn nog niet helemaal duidelijk welke boodschap ik over mag brengen. Dus ik laat me gewoon leiden weer door het universum, door mijn gidsenteam. En we gaan kijken wat er op tafel mag komen. Verder wil ik iedereen weer bedanken voor alle lieve comments die ik mag krijgen. Ook voor de donaties die ik heb mogen ontvangen. Schijnbaar zijn er best veel mensen die een donatie zouden willen doen. En ik voel je totaal niet verplicht, hè? Want dat is niet mijn intentie met dit gesprek. Maar ik krijg heel vaak via de mail te horen van ja, ik heb geen PayPal, maar ik wil jou toch een donatie geven. Ben jij degene die dat zou willen doen? Ik kan altijd op een andere manier een e-mailadres of een rekeningnummer sturen als je dat prettiger vindt. Maar voel je vooral niet gedwongen om dit dan te gaan doen. Dit is niet mijn intentie, maar ik wil alleen aangeven dat daar een mogelijkheid in zit. En ik ben er ook heel dankbaar voor. Ik vergeet soms deze lieve mensen ook via de video nog te bedanken. De meeste bedank ik gewoon persoonlijk. En ja, mocht dat niet lukken qua PayPal, dan weet je dat er andere opties zijn. Maar voel je vooral niet verplicht. Oké, we hebben dromen. Geloof in jouw dromen. En sta op voor alle dieren. Oké, ik zie hier ook heel veel dieren. Dus ik heb het idee dat jij of in jouw dromen of gewoon in het dagelijks leven heel erg verbonden bent met dieren. Dieren die jou bepaalde inzichten verstrekken, waar je misschien wel zelfs een beetje mee kunt praten, wijsheden tot je kunt nemen. Ik zie heel veel vogels. Dus je bent ook je eigen aan het opliften. Jouw dromen zullen jou verder in de lift gaan brengen. De boodschappen die je doorkrijgt zullen jou daarbij gaan ondersteunen. En je bent nu aan het opbloeien. Jij bent inzicht aan het verkrijgen. Je hebt ook even genoten weer. Je bent aan het dromen over. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Een liefdeskoppeltje. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Want ik heb natuurlijk nu door die donkere dagen mijn ringlamp hier ook bij de tafel staan. Maar daardoor is het wel zo dat ik het idee heb dat de kaarten hier maar scherp op het scherm komen. Meestal is het wel zo, maar af en toe kan hij hem gewoon niet scherp pakken. Je bent dus aan het dromen over een situatie om eigenlijk in die droomvlucht verder te gaan met die geliefde. Volle maan, sterren zie ik, in de buitenlucht, in de natuur. Jij wil een pure connectie. Een connectie die echt heel diep gaat. Maar ga erin geloven dat die mogelijkheid er kan komen. Ja, dus ga helen. Dus aartsengel Raphaël, provide of healing for mind, body and spirit. Ga daar hulp bij vragen. Ga die transformatie die jij voelt, die je misschien nog lichtelijk blokkeert, ga dit proces aan. Vraag die hulp, roep de engelen aan. Zorg ervoor dat jij die heling verricht, dat die droom die je dus nu hebt, ontrent dus die samenkomst met iemand, dat jij daar jouw balans in gaat vinden, dat je die hulp gaat ondersteunen, of die ondersteunende hulp gaat aannemen. En vanuit daar zul jij weer gaan opbloeien. Leg ze even hier neer. Dan heb ik hier vrij veld voor de rest. Ik pak even dit dekje erbij. Ik lees ze intuïtief, dus mocht de betekenis in het boekje anders zijn dan wat ik zeg, weet dat ik ze intuïtief lees. Oké. Ik voel wel dat jouw gedachten vaak. Ben je ook vaak aan het dagdromen? Dat jij niet alleen in bed je dromen hebt, maar dat je ook echt af en toe denkt, oh,
Oké, okay, ik was daarmee bezig, maar ik ben even met mijn gedachten helemaal weg gaan drijven. Dit is nodig. Een nieuwe cyclus gaat ingezet worden, nummer 10. Je mag gaan oogsten, het is tijd, het is klaar, jouw proces is afgerond. Je mag ervan gaan genieten en die dromen die je hebt mag je dus ook uit laten komen. Ga erin geloven, zodat ze ook daadwerkelijk naar je toe kunnen gaan komen. Manifesteer, affirmeer, laat het stromen. Brief, letter. En licht zal er daarna ook een bepaalde communicatie tot stand gaan komen. Misschien wel met die liefdespersoon. Dus ik ga dadelijk nog met de tarot natuurlijk de diepte in. Ga ik even voor jou nog verder kijken. Ja, er gaat een stroming plaatsvinden. Een stroming. Oh, dan heb ik hem vies gemaakt. Een stroming die te maken heeft met emotionele stukken. Jij bent je nu nog een beetje af aan het schermen, maar toch wil jij die stroming hebben. Toch wil jij die vooruitgang hebben. Voel je veilig? Voel je niet overspoeld door die emoties? Maar laat het gewoon komen. Die emoties mogen nu gaan stromen, of dat het nog is dat er een pijnstuk is die aangekeken mag worden, die je los mag laten. Of het heeft te maken dus met die nieuwe persoon die op je pad kan gaan komen, die de bepaalde communicatie op emotioneel vlak laat stromen. En het voelt voor mij zo dat er best veel qua communicatie zal zijn. Heel veel berichtjes misschien of... spraakberichten, DM-berichtjes, dat soort dingen. Heel veel gaat er gesproken worden. Weet dat die persoon loyaal is, trouw is. Hij weet hoe een stabiel iets zou moeten zijn. Hij heeft waarden, hij heeft normen. En ik zeg hij, maar dat kan natuurlijk ook zij zijn in een iets mannelijkere energie. Of man-man relatie, vrouw-vrouw relatie. Dus voel alsjeblieft wat voor jou passend is. Ja, die persoon die wil die relaxedheid met jou. Die wil die verbinding. Die wil zijn hart geven aan jou. En er zal weer iets op gaan bloeien. Zoals ik al zei, hier kun je gaan oogsten, je kunt nieuwe zaadjes gaan planten. Er kan iets nieuws opbloeien, er kan liefde opbloeien. Iets stabiels. Wat in eerste instantie chaos lijkt. Dat je door het bomen en het bos niet meer ziet. En dat er eigenlijk te snel iets op jou afkomt op emotioneel vlak. Ga jij wel de juiste ladder pakken om uit die chaos te klimmen? Jij gaat die uitweg erin vinden. Jij gaat je balans vinden. En al lijkt het dat die boom in de weg staat van jouw pad, het is iemand die heel stabiel is, die goed geworteld, goed gecentreerd is, die dus nu dat huiselijke gevoel met jou op wil gaan bouwen. Hij wil het gaan verankeren. Hij wil zich settelen. Hij wil die anker uitgooien. Hij wil dus met jou in dat rustige vaarwater komen. Hij wil die loyaliteit uitspreken. Hij wil die vreugde op gaan bouwen. Iets nieuws op laten bloeien. Dat is eigenlijk waar die communicatie over gaat. Maar jij bent dus eigenlijk door die communicatie een beetje van je padje af. Een beetje, ik moet hem zo zien. Doordat jij die communicatie aangaat met die persoon, en jij dus eigenlijk door het bomen het bos niet meer ziet, dat er dus wel iemand op je pad kan komen die loyaal is, die stabiel is, die dus eigenlijk het beste met je voor is, die dus wel wil gaan settelen. Het kan dus zijn dat jij in het verleden heel veel mee hebt gemaakt, waardoor jij
een verkeerd beeld hebt gekregen hoe anderen ook kunnen zijn. Dat je dus eigenlijk het vanuit een ander perspectief mag gaan bekijken. Dat je je eigen niet vast laat zitten in dat denkbeeld. En dan zul je merken dat dat stukje heling nog een plaats mag gaan vinden. En dat komt dan ook weer boven water. Maar dat is niet een teken dat jij afstand moet gaan nemen van die persoon. Want die persoon kan er jou juist heel erg bij helpen, hoor ik. En dan zul je merken dat je wens die jij hierover aan het dromen bent, die je aan het manifesteren bent, uit gaat komen. Het voelt voor mij niet als een klavertje 3, maar als een klavertje 4. Hier zien we natuurlijk een klavertje 3 en daarachter een klavertje. Wat voor mijn optiek voelt als een klavertje 4. En dan zul je merken dat een relatie niet altijd zo gaat zoals het in de boeken geschreven staat. Er is geen beschrijving van. Maar je kunt wel in het verhaal stappen. Het verhaal van de liefde. En alles op je pad laten komen wat er op je pad gaat komen. En probeer mee te gaan op die stroming. Al is het emotioneel gezien best lastig af en toe. Kun je wel weer dat gaan voelen, kun je weer gaan bloeien, kun je weer dingen tot je gaan nemen. En kun je weer die vreugde ervaren, die liefde ervaren. En zul je ook merken dat je op intuïtief niveau heel erg aan het groeien bent. En dat jullie steeds dichter naar elkaar aan het komen zijn. Een teken dat het dus echt wel hele ware liefde zou kunnen zijn voor jou. Ja, die moet ik meenemen. Het huis. Met de ster erbij. Waar jij hierover aan het dromen bent. Waar jij jouw wensen over uit aan het spreken bent. Die stabiliteit creëren. Die liefde creëren. Een volwaardige relatie tot stand laten komen. Huisje, boompje, beestje. Huisje, boompje. Of boompje, beestje. Alle facetten liggen op tafel. Lieve ziel. Oké, ik pak even de romance, angels romance. Hoe noem je die dingen? Romance angels. Oké, wat mag ik nog meer weten? Oké. Very soon. Dus besluit snel wat je wil. Want dan kan die liefde naar je toe gaan komen. Even kijken waar ik het nog zichtbaar neer kan leggen. De tafel ligt al behoorlijk vol. Oké. Dus doordat jij die inzichten gaat krijgen en controle gaat nemen over jouw gedachten, over jouw gevoelens, over jouw lichaam, zul jij merken dat je je eigen gaat bevrijden uit die hele situatie. Dat je dus korte metten kunt maken en dat je dus eigenlijk een einde gaat maken aan een cyclus. Dan kan er dus die vrijheid komen van die contact met, of dat contact met de persoon. Oké. Maar daarvoor is het dus wel belangrijk om te leren van die situatie waar je in hebt gezeten. Waar je dus misschien een relatie hebt gehad of ja, een situatie in je leven hebt gehad waar je heel veel verdriet van hebt gehad. Dat je misschien even daar niet meer zo positief tegenaan kijkt. Weet dat die heling nodig is om stukken los te gaan laten, maar ook te vergeven. Heel belangrijk om die personen waar jij mee te maken hebt gehad in het verleden, die jou die hartzeer hebben gegeven, om dit los te gaan laten, om te vergeven, om die personen eigenlijk uit je leven te kunnen snijden, energetische koorden doorbreken, doorhakken, doorsnijden. Oké, dat.
Oké. Dus je mag in het moment gaan leven, je mag in het nu gaan staan, je mag zelfliefde gaan voelen, ervaren en ook uiteindelijk gaan delen. En het heeft dus te maken met een vorig leven relatie, dus een soulmate. Oké, en van, dat is eigenlijk misschien ook wel dat thuiskomen gevoel, dat gevoel van heelheid ervaren. Dingen wat je aan het manifesteren bent en aan het wensen bent, die diepste gevoelens, kunnen nu waarheid gaan worden. Oké. Oeh. Heel fijn om zo'n legging weer te hebben. Mooie boodschap ook. Mocht dit met je resoneren, dan mag je altijd een berichtje achterlaten of een like of wat je dan ook prettig vindt. Abonneren mag ook altijd, dan zit je energie op het kanaal en dan pik ik deze eerder op met readingen. En daaronder ondersteun je dus mijn kanaal om verder te mogen groeien en meer lieve zielen te kunnen gaan bereiken. Ik wil jullie verder heel erg bedanken voor alles. Bedanken voor jullie lieve energie die ik mag voelen. En dan graag weer tot de volgende keer. Doei doei!